stond als voetballer bekend om je fluwele techniek. Maar dat is bij het huidige Ajax ver te zoeken, toch? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vind dat voetbal is wel veranderd. Vroeger waren wij constant op straat bezig en we waren bezig met op het muurtje te trappen, met partijtjes overal te doen. Ja, ik denk dat wel voor een groot gedeelte veranderd is. Je hebt natuurlijk wel die voetbalscholen die een beetje van de grond komen, maar ik vind dat die ook niet altijd op de goede manier werken. En ja, ik denk dat voetbal vooral gericht is op, je kan het alleen maar met een bal en ik denk dat je daar zoveel mogelijk uren in moet steken. En ook natuurlijk fysiek en lichamelijk moet je sterk zijn. Maar ik denk als jij uren buiten traint, wat ik vroeger deed, ja, dan word je vanzelf ook sterk.